En dan heb ik nog een sportbericht voor u. Het ziet er naar uit dat Racing Mechelen nog een waterkans heeft om het behoud te verzekeren. Reeksgenoot Gullegem heeft een klacht ingediend tegen 2 Akeren, dat op de slotspeeldag nog net over Racing wipte in het klassement. Als de klacht gegrond wordt verklaard, degradeert 2 Akeren en niet Racing Mechelen. De teleurstelling afgelopen zondag bij spelersbestuur en supporters was groot. Racing kwam niet verder dan een gelijkspel op Winkelsport en dat was niet genoeg om het behoud te verzekeren. Maar door de klacht van Gullegem tegen 2 Akeren, dat op de slotspeeldag nog over Racing wipte, is er nu opnieuw hoop. Dinsdag hadden wij een telefoontje gekregen van een van de bestuursleden van FC Gullegem dat zij een klacht gingen neerleggen tegen 2 Akeren. En dat die dus de 2 spelers opgesteld hebben die niet speelgerechtigd waren in hun onderlinge treffen van 17 april. Ik heb natuurlijk afgewacht totdat het sportleven verscheen van de Belgische Voetbalbond en gisteren is dat effectief ook verschenen. De wedstrijd tussen 2 Akeren en Gullegem eindigde op 1-1. Gullegem eindigde in de middenmoot van derde klasse A en heeft dus geen enkel belang meer met 2 extra punten. Maar de voorzitter wil gewoon gerechtigheid voor iedereen, zegt hij in onze redactie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, is het behoud voor Racing verzekerd. Dat zou in eerste instantie betekenen dat 2 Akeren en wij op dezelfde puntenaantal komen. En dan zou het doelpuntensaldo, want dat zou dan doorslaggevend zijn. Dat is voor ons iets gunstiger dan voor 2 Akeren. Op woensdag 11 mei wordt de klacht door het sportcomité van de Voetbalbond behandeld. Racing Mechelen hoopt wel, maar had zich zondag eigenlijk al neergelegd bij degradatie. Dan is het zomaar, dan moeten we ons bij neerleggen. We hebben dat zondag al gedaan, gaat na de wedstrijd. We kwamen één doelpuntje tekort. Ja, dat was toen al de ontgoocheling natuurlijk. Dan moeten we ons gewoon bij neerleggen, hè. Dan kan je er natuurlijk niks aan doen. Hè. Maar nu hopen dat alles toch misschien nog goed komt. Ja, we hopen natuurlijk. Hè. Hoop doet leven, zeg maar. Hè. Dus we zullen hopen op volgende week woensdag dat het positief uitdraait voor ons. Wordt dus vervolgd.